Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Edu Kitchen, waarin we kritische vragen stellen over het onderwijs en praten met inspirerende mensen uit het onderwijsveld. Professoren, schrijvers, kritische denkers, politici. En vandaag heb ik de eer met niemand minder dan Seskin Jihangir. Jihangir, ja, ik vind het moeilijk, mijn fout, maar ik ga het niet meer fout doen. En we gaan het hebben over wiskundeonderwijs in Nederland. En wie weet tikken we taalonderwijs ook nog aan. Dus ik ben hartstikke vereerd dat hij als directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut helemaal naar Brielen is komen rijden, een uithoek in Nederland, en de tijd heeft gevonden om het gesprek aan te gaan. Ik kwam hem op het spoor nadat ik een interview had gedaan met Kees Hoogland over de teleurgang van het wiskundeniveau in het Nederlandse onderwijs. Iets dat zowel Kees ziet als Seskin. Dus ja, maar toch vanuit een hele andere hoek benaderen. En Seskin zei tegen mij, nou, ik zou ook graag de kans krijgen om mijn visie hierover te delen. Dus vandaag gaan we dat doen. Seskin, van harte welkom bij Edu Kitchen. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Een eer dat je de reis hebt willen maken. Hè? Dan kan ik dat zo tussen mijn docententaken doen. Dus we zitten in een klaslokaal. Het lijkt me ook een fantastische setting om het te hebben over het wiskundeniveau van de leerlingen in Nederland. Dus ja, welkom in het klaslokaal van Scholengemeenschap Maarland. Ja, is ook wel heel erg leuk dat het in een klaslokaal is op een school. En dan geeft het wel gelijk aan waar we het over hebben. Dus, ja. Het brengt mij wel meteen in goede stemming. Ik vraag altijd aan mijn gasten als eerst naar je eigen onderwijs vragen. Mm-hmm. Ik heb je net aangekondigd trouwens als directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut. Sinds 2012 meen ik. Dat klopt. Je hebt een achtergrond, je bent gepromoveerd in de psychologie, sociale psychologie. Ja. Bijzonder interessant vakgebied. Ik denk als ik zou moeten kiezen uit de studie, zou ik toch wel die kant op gaan. Superleuk. Ik heb ook nog wel wat sociaal psychologen in mijn podcast gehad, zoals Albert Bandura over... Echt waar? Ja, die is in mijn podcast geweest. En Philip Zimbardo is in mijn podcast geweest. Zo groot ben ik nooit geworden, sociaal psycholoog. Nee. Dus maar die waren wel mensen waar ik wel altijd tegen moeten kennen. Ja, maar ook wiens onderzoeken ik graag las. En, ja. Ja, zeker. Helaas is grondleggers van sociaal psychologie. Bandura is er helaas niet meer. Mm-hmm. Maar die andere wel. Ja. Dus wie weet tikken we dat ook nog aan, want ik heb als één van de vragen aan jou straks, als je naar onderwijs kijkt door de sociaal-psychologische bril, hoe zie je dat dan? Hè? Want dat is toch een ander kijken dan kijken door de wiskundige bril. Yeah. Wat we vandaag gaan doen. Yeah. Nou, kijk, ik heb dus dan inderdaad sociaal-psychologie gedaan. Daar ben ik ook wel in gepromoveerd in 2008. En toen zijn we in 2012 Mathematisch Instituut begonnen. Maar ik was eigenlijk werkzaam voor de gezondheidszorg. Als je sociaal psychologie doet, is inderdaad wel een van de leukste studies die je kan kiezen. Dan word je aan de ene kant heel erg theoretisch opgeleid in hoe mensen werken, hoe sociale groepen met elkaar communiceren, interacteren en dergelijke. Tegelijkertijd word je ook wel opgeleid als een onderzoeker. Een van mijn sterkste kanten was ook wel statistiek. En na mijn promotie, dat was ook in een periode dat het gewoon moeilijk was om echt een goede baan te vinden en noem maar op. Ben ik gewoon bedrijfsleven ingegaan als het ware. Nou ja, in ieder geval wel academische wereld uitgegaan en ben ik bij een stichting terechtgekomen wat data verzamelde van alle ziekenhuizen. En op basis van die data maakten wij kwaliteitsrapportages van. En mijn specialiteit was sterftecijfers. Ik berekende sterftecijfers voor de Nederlandse patiënten die opgenomen werden. Dus kon ik gewoon wel op basis van de data en modellen kijken hoe groot de kans was dat iemand zou overlijden of overleven natuurlijk. Goed berekend. Gegeven bepaalde factoren zoals leeftijd, geslacht en aandoening en de nevenaandoeningen en dergelijke. En ook wat de specialisten, zorgpersoneel deed, verrichtingen. Op basis daarvan maakte ik allemaal kwaliteitsrapportages. Maar in 2012 hebben we het Nederlands Mathematisch Instituut opgericht. En ik bleef nog een tijdje doorgaan als in mijn eigen
op mijn eigen werk. Maar het Mathematisch Instituut werd groter dan we dachten. We dachten, we willen eigenlijk alleen maar aankaarten dat toendertijd en nu nog steeds bestaande rekendidactieken, rekenwijzen op de basisschool met name, maar ook op voortgezet onderwijs, dat die niet deugden en dat ze allemaal gebaseerd waren op realistisch rekenen. Ja. En dachten we, hey, dat kan wel anders. Want realistisch rekenen, die heeft x-aantal uitgangspunten. Die hebben bepaalde aannames. Bijvoorbeeld dat je bij kinderen rekenen heel talig moet aanbieden. Hè? Rijke talige context. En dat je kinderen hun eigen oplossingsstrategieën moet laten bedenken. Ze moeten met elkaar in interactie, ze moeten een model maken en noem maar op. En dat je ook alles door elkaar moest leren aan kinderen. En we merkten dat dat gewoon heel moeilijk ging, dat veel kinderen niet leerden. En dat hebben we eerst in onze eigen omgeving ontdekt. En we dachten dat dat helemaal beter kon en anders kon. Dat je veel gestructureerder kan aanbieden, systematische opbouw. Ik heb een boek meegenomen als voorbeeld. En dat die rijke talige context later dan maar moest komen. Dus eerst gewoon de basis en daarna. Dat zogenaamde redactiesommen. En vanuit sociaal-psychologisch perspectief op rekenonderwijs, dat is gewoon heel simpel. Je moet gewoon begrijpen hoe mensen leren, hoe mensen dingen tot zich opnemen. Ja. En dat is ondanks dat ik geen wiskundige ben, gelukkig ben ik wel sterk in beta. Is het wel heel logisch om te kijken iets wat niet lukt, hoe moet het dan wel? Dus als die principes van realistisch rekenen niet bereiken wat ze beogen te bereiken, om welke reden dan ook, hoe dan wel? En dan hebben we heel veel wiskundigen bij ons, bij het Mathematisch Instituut, die ook wel in wiskunde of afgestudeerd zijn, zuivere wiskunde. Of gepromoveerd zijn in zuivere wiskunde. En samen met hen kijken we gewoon van, oké, hoe moet rekenen opgebouwd worden? Een van de basisprincipes van rekenen, hè, gewoon wat is de basis, absolute basis van rekenen? Nou, dat is plus, min, keer, delen. En met drie soorten getallen. Gehele getallen, komma getallen en breuken. Dat is gewoon de basis. En je kunt hoog springen, laag springen. Je kunt links, je kunt rechts. Je kunt alles willen, maar dat is de basis. Als je dat niet kan, dan kun je niks. Kun je niet rekenen. En mocht het wel zo zijn dat je wel een keer een rekensom goed maakt, dan is dat toevallig. Of is dat wel aan omstandigheden toe te rekenen. Dat is niet meer dat je iets systematisch geautomatiseerd hebt, eigenlijk maar geïnternaliseerd hebt, maar de ene keer wel, de andere keer niet. Maar om dat te voorkomen, zeggen wij bij het Mathematisch Instituut, dat je allereerst de basis heel goed moet aanleggen en daarna kun je het opbouwen. En we zijn er een klein beetje stellig in. Hè? Ook, kijk, de basis, dat is gewoon fundamenteel. Daar is gewoon geen discussie over mogelijk in de zin van, zo leer je kinderen gewoon rekenen en niet anders. En daarna kun je gewoon concepten aanbrengen, hè, zoals concepten zijn eigenlijk de afspraken die bestaan in wiskunde. Procenten reken je op een ene manier. Ja. En daarna pas strefwaardigheden, hè, die volgorde, hè, van berekeningsvolgorde. Als je op die manier aanpakt, dan ontstaat er heel veel ruimte in werkgeheugen van kinderen, want hebben ze allemaal geautomatiseerd, hebben ze een logische opgebouwd. Je gaat kinderen geen procenten leren voordat ze hebben leren vermenigvuldigen of delen. Ja, dus de volgorde is belangrijk. Ja, daarna is er heel veel ruimte om ook de talige context aan te bieden. Heel vaak krijg je kritiek van, maar je hebt alleen maar over kale sommen. Het is helemaal niet kale sommen. Ik heb het boek meegenomen voor jou om te laten zien straks. Ja. Nou, kan ik nu al eigenlijk doen. Hè? Kijk, het begint wel, ik weet niet of het wel opkomt, maar ja, direct dan even zo. Ja. Ja, dus ja. Dan, het begint wel kalig, inderdaad. Hè? Gewoon lekker kaal. Zoals jij en ik het ooit hebben geleerd. Precies. Maar op een gegeven moment zijn het allemaal, context sommen.
talig, inderdaad, in een context. Want rekenen is betekenisloos als je niet in een talige context stopt. Dat zijn we het met elkaar allemaal eens. Ik ben de laatste die zou ontkennen dat de taligheid van rekenen onbelangrijk is. Sterker nog, het is heel belangrijk. Dus 3 plus 7 is 10, prima. Op een gegeven moment moet je wel weten wat 3 betekent, wat 7 betekent en wat plus betekent. Tuurlijk. Maar we gaan niet ons leven lang gewoon alleen maar die kale sommen maken. Want op een gegeven moment heb je gewoon een verbouwing en dan moet het verbouwd worden. Of je bent bij de kassa bij Albert Heijn en dan moet het gewisseld worden. Dus dat is wel in ieder geval wel een misstand. Een belangrijke nuance. Ja, tuurlijk. Dus de redactiesommen zijn heel belangrijk. Het is niet alleen maar het kale rekenen. Nee. Die context komt later. Waarmee je eigenlijk zegt dat je met verhaaltjesommen te snel die context doet. Mm-hmm, klopt. Ja, die redactiesommen moet je niet te snel aanbieden. Kinderen moeten wel, en dan hebben we over basisschoolkinderen eigenlijk ook, hè. Laat ons zeggen groep 3, groep 4, groep 5. Dan mogen ze een beetje spelenderwijs leren en zo. Dan hoeft het ook helemaal wat mij betreft. Hè. Hoeft ook niet zo heel erg formeel. Al zijn er mensen die vinden dat het wel formeel moet, hè, onder elkaar en dergelijke. Maar bij het Nederlands Mathematisch Instituut bijvoorbeeld nemen we kinderen pas aan als ze in groep 6 zijn. Groep 6, 7 en 8. En niet eerder, want al die concepten en schrijfvaardigheden, dat zijn wel, die kun je gewoon snel ophalen. Maar als het nou verkeerd wordt aangeleerd, dat begint toch al in de onderbouw. Kun je ze beter dan eerder aannemen dan in groep 6 als je weer een hele hoop dingen moet afleren? Klopt. Ja, dat klopt ook wel. Daar lopen we ook wel veel tegenaan. Alleen rekenen is zo eenvoudig eigenlijk. Ik begrijp ook niet waarom meer dan de helft van kinderen 1S niveau niet halen. Nou, ik begrijp het wel. Ik kan het uitleggen. Maar het verbaast mij dat het niet lukt. Kinderen die allemaal bij het Mathematisch Instituut komen, in particulier context, 98% van hen, die halen hun achterstand in. En binnen 12, 13, 14 weken komen ze gewoon op 1S niveau. En dat in een regulier onderwijs niet lukt, komt wel door de keuzes die er gemaakt worden. Waarmee ik begonnen ben, hoe rekenen aangeboden wordt. Je moet het gewoon anders aanbieden, dan kom je er wel. En dat ze het verkeerd aanbieden, dat klopt ook wel. Dat is veel makkelijker. Voorkomen is beter dan genezen. Dat klopt wel. Alleen groep 4, 5... Groep 3, 4, 5 kinderen, die zijn nog veel te jong. En die moet je. Heel, heel vaak denken mensen dat ik van bijlesindustrie ben. Dat ben ik helemaal niet. Ik vind eigenlijk dat je kinderen zoveel mogelijk in de klas moet houden. En dat ze gewoon buitenschool geen onderwijs moeten volgen. Waarom wij het wel doen bij het Mathematisch Instituut is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant leren we zelf van, hoe moet je goed onderwijs geven? En die vertalen we dan naar de klascontext. En aan de andere kant is het ook een heel dankbaar werk. De ouders die naar ons toe komen, die zijn gewoon ontzettend blij dat we dat wel doen. Het is een soort van hulpverlening. Dat geeft wel heel veel voldoening. Want ze zijn ten einde raad. Ze hebben heel vaak bijles geprobeerd, andere dingen geprobeerd. Ze hebben zelf geprobeerd, op school met remedial teacher, wat dan ook. Niks helpt, dan komen ze naar vandaan rekenen. Maar je zegt, we zijn geen bijlesinstituut, maar het is toch een particulier initiatief waarbij ouders mm-hmm. naar je toe komen en zeggen, dit is er aan de hand. Mm-hmm. Dus als dat geen bijles is, hoe noem je het dan? Nou, ik noem het zelf buitenschools onderwijs. Of soms vind ik ook wel leuk om onderwijsschadeherstel te noemen. En hoe onderscheidt zich dat van bijles? Nou, bijles is van hetzelfde laken een pak. Die zegt van, neem je boeken mee. Dan ga ik even kijken welke onderdelen jij niet snapt. En dan ga ik je gewoon helpen om die hiaten weg te werken. Maar bij ons, als ze komen, wat je net zelf ook wel zei, hebben ze al heel veel gehad. En hebben ze misschien ook wel verkeerd geleerd. En dan zeggen we, nou,
geen nood, geen probleem. We drukken op een resetknop en we beginnen heel basaal vanaf het begin. Dat is 3+4 en dan optellen. Gehele getallen. Mag ik het nog een keer even laten zien? Dat is dan hoe eenvoudig het allemaal gaat. Kijk, bijvoorbeeld hebben we weer hier een recept, rekenrecept noemen we zoiets. En dan optellen is het. Groep 6, 7, 8 kinderen, die beginnen allemaal hier met, ja, 3+4 is, hè, daar beginnen ze mee. En dan moeten ze leren onder elkaar te schrijven allemaal. Binnen no time, binnen gewoon echt een week, bouwen we het zo op, dat optellen, dat alle kinderen op groep 8 niveau vaardigheid beheersen. En dan nog iets, dat ze in dezelfde lijst ook nog leren om met kommagetallen te rekenen. Ook groep 6 kinderen. Dus iedereen krijgt dezelfde stof, dezelfde uitleg. Waar we wel misschien een beetje in differentiëren is de moeilijkheidsgraad van de sommen. En soms ook wel de hoeveelheid. Want aan het eind van een cursus bij ons hebben ze dan ruim 8000 sommen gemaakt. En dan groep 6 kinderen, daar zijn we wel wat zachtaardiger voor. Mm-hmm. Dan denken we, nou weet je wat, dan kunnen we even kijken welke sommen je niet hoeft te doen, want je bent nog groep 6, er komt nog groep 7, er komt nog groep 8. Alleen de vaardigheid, daar geen onderscheid in, daar geen differentiatie in. Iedereen krijgt dezelfde kennis. Nou. En je noemt het dan schadeherstel, grappend natuurlijk. Zeker. Ja, het komt bij mij toch over als bijles, maar dan andere stijl. Iets totaal anders. En ouders betalen even goed. Klopt. Hiervoor. En we noemen het geen bijles. Ja. Maar stel nou, je zit in groep 6 en je krijgt 12 weken, is toch de methode? Mm-hmm. Foutloos rekenen. Het zijn eigenlijk 12 instructie bijeenkomsten, lessen, zeg maar. Ja. Maar daarna krijgen ze gewoon weer les van hun eigen leraar. En die gaat gewoon weer verder met zijn methodiek. Ja. Hoe wapenen kinderen zich dan tegen de methodiek die wordt gezien als niet werkend? Kijk, als je dit kan, dan kan je die andere veel makkelijker. Wat we hier krijgen, bijvoorbeeld staardeling, hè? Die staardeling wordt heel krom, maar dan wordt het eigenlijk alleen maar aangeboden aan sterke leerlingen. Terwijl juist zwakke leerlingen, rekenzwakke leerlingen, daar veel meer baat bij hebben. Dus als kinderen, het mooiste is als de leerkracht weet dat de leerling dit volgt, dat ze interesse tonen in waarom de leerling dat volgt en dat ze het ook wel ondersteunen en toejuichen en dat ze niet tegenwerken. Heel veel tegenwerking krijgen we ook, omdat ze gewoon opgeleid zijn met het idee van realistisch rekenen en dat het niet anders moet en zo moet. Maar gelukkig, overgroot deel van de leerkrachten die vinden het heel leuk dat kinderen zelf oplossingen zoeken. En ze zien ook wel enorme stappen die de kinderen maken. En daar gaan ze dan in mee. Dat ze ook wel ruimte bieden voor kinderen. Om wat ze hier bij Foutloos Rekenen hebben geleerd, altijd werkende rekenrecepten, dat ze die wel kunnen toepassen. En ja, dan is er helemaal geen discrepantie. En daarbovenop, als je dit goed kan, dan snap je eigenlijk die andere manieren, trucjes van realistisch rekenen, snap je ook wel veel beter en kun je beter toepassen. Hey, dan heb je HAP-methode of SNAP-methode of wat dan ook. Ja. Ik maak er een beetje karikatuur van. Dat realiseer ik me wel. Wat, maar die trucjes van realistisch rekenen snap je beter. Kijk, als het gaat om bijles, dan wordt dat ook wel schaduwonderwijs genoemd. Mm-hmm. Wat vind je van het idee dat dit soort initiatieven alleen maar beschikbaar is voor ouders met een dikke portemonnee? Mm-hmm. Ja, kijk, of het alleen maar beschikbaar is voor ouders met dikke portemonnee, weet ik niet. Dat het heel veel geld kost, dat weet ik wel. Dat kost gewoon belachelijk veel geld. En dan hebben wij zelf, we zijn van Foutloos Rekenen, we hebben ook nog uitgerekend hoeveel je aan bijles kwijt zou zijn in groep 6, 7 en 8 als je 3 jaar lang zou doen. Ja. En doe je het in één keer bij ons, ben je echt factor 3 goedkoper uit bij ons. Het enige verschil is dat je eentje moet betalen. En dat is een grote hap, dat snap ik. Alleen wij willen gewoon ons alleen maar bezighouden met de rekenvaardigheid van een kind. En daarvoor moet je door een bepaalde kuur heen. En als je begint, dan geef je gewoon toe dat je gewoon bereid bent om de kuur te volgen, 12 weken lang. Ja. Je gaat niet stoppen, je gaat elke dag een uur sommen maken. En maak je eigenlijk een
contract met elkaar van oké, jij gaat dit doen en dit gaan wij voor jou doen. En na 12 instructielessen kun je gewoon vlot en foutloos rekenen. En dat je dat geld moet kunnen betalen, dat is één ding. Maar dat je ook nog bereid bent om met je kind door zo'n moeilijke proces heen te gaan. Want foutloos rekenen is niet makkelijk. En we willen ook niet verprutsen door uit te smeren over verschillende jaren heen. We willen nou heel kort, heel krachtig, 12 weken, 12 instructieweken. En dus bovenop het feit dat je dat de ouders moeten bereid zijn om te betalen. Die ouders moeten ook wel bereid zijn om door die zure appel heen te bijten. Maar het is niet makkelijk. Je krijgt heel veel conflicten met je kind. Kijk, in HP De Tijd schreef je al een tijdje geleden. Wij zijn het Nederlands Mathematisch Instituut waarmee we de 12-weekse cursus foutloos rekenen aanbieden. Niet begonnen met het idee, daar is een gat in de markt, daar worden wij rijk van. Klopt. Dus het is een bepaald ideaal geweest dat Nederlandse kinderen beter moeten kunnen rekenen. Mm-hmm. Waarom vraag ik dan, is het niet zo dat het ervoor zorgt juist voor ongelijkheid, omdat sommige kinderen het wel kunnen betalen en anderen niet? Hoe zorg jij er nou voor als instituut dat alle kinderen beter kunnen rekenen en niet alleen degene die gebruik maken van deze methode? Ik hoop dat ik ervoor kan zorgen dat het denken over rekenonderwijs in Nederland verandert. Wat wij kunnen, kunnen veel meer anderen ook. Kunnen individuele leerkrachten dat ook wel doen? Kunnen andere uitgevers dat wel doen? Alleen, dat willen ze allemaal niet. Omdat ze allemaal gevoed zijn met ideologie van realistisch rekenen. Ja. Ze zijn niet bereid om zo te doen. Want ze denken dat het kindermishandeling is. Ze denken dat het gewoon echt heel saai is. Dat kinderen het niet leuk vinden om zoveel te leren rekenen. Hè, om zoveel sommen te maken. Maar onze ervaring is, als je ze leert en ze snappen hoe het werkt, dat ze het heel erg leuk vinden om al die sommen te maken. Op een gegeven moment zeggen ze, wauw, moet je zien. Maakt niet uit hoe groot het is. Ik kan het oplossen. Ze bloeien helemaal. En hoe wij ervoor bijdragen, hoe wij bijdragen aan de wens, aan de droom, aan utopie, dat alle kinderen in Nederland vlot en foutloos kunnen rekenen, is door ons denken en ons kennis zo laag mogelijk beschikbaar te stellen voor scholen, voor andere deskundigen, voor beleidsmakers, voor ministerie, voor inspectie. Dat zij op een gegeven moment denken van, oh ja, zo kan het ook. Want laat ons eerlijk wezen, als meeste scholen aandacht zouden schenken aan de basis van rekenen, hè, wat ik net genoemd heb, hè, 4 soorten operaties, 3 soorten getallen, systematische opbouw en niet meteen rijke context, maar zorg ervoor dat kinderen die operaties allemaal geautomatiseerd hebben, dat ze het helemaal geïnternaliseerd hebben. Dan zul je heel veel rekenproblemen in Nederland niet hebben. En dan heb je gewoon eigenlijk dat, hoe noemde je het, pijlersindustrie en schaduwonderwijs, dat zou je niet nodig hebben. Ik weet niet of jij kinderen hebt, maar ik heb wel 3 kinderen. Ik ook. Ook 3 kinderen? Ja. Maar je zou gek moeten zijn dat je 1790 euro gaat neertellen voor iets wat je zelf ook wel kan oplossen. Dat ga je toch niet doen? Dus die behoefte komt ergens vandaan. En dat is volgens mij niet zo heel moeilijk om dat met elkaar vast te stellen waar het vandaan komt. Behoefte is er. Waarom wordt daar niet dan op ingespeeld door de publieke sector, door het ministerie of ja, nee, maar je hebt door de methodemakers? Een punt aangestipt, wat ik ook zie bij andere vakken. Mm-hmm. De macht van de methodemakers en de boekenhuizen, mm-hmm, waarvan een paar spelers de hele markt domineren. Tuurlijk. Dus daar heb jij natuurlijk ook mee te maken. Je zegt er is een bepaald narratief, namelijk het realistisch rekenen. Mm-hmm. En daar gaan we het mee doen in Nederland. Mm-hmm. Is er nou geen enkele andere methode maken, behalve jullie dan, die dit heeft bedacht? Nee. Die zegt van, nou, misschien moeten we het toch anders doen. Want goed, een feit is wel... Weet je wie heel vaak die... Sorry, maak maar eerst af. Een feit is wel dat we toch zien dat de rekenprestaties, dat heeft Kees Hoogmat ook gezegd, die zijn enorm gedaald. Hè? In 2000, of net iets daarvoor, behoorden we tot de wereldtop. Mm-hmm. Top 3 met beste PISA-scores, als we dat als maatstaf nemen. En dat is toch gedaald. Hoe komt het dan dat we in die 20 jaar
geen andere interventie hebben gedaan dan deze methode? Heel goede vraag. En volgens mij elke andere poging is wel gewoon heel snel de kop ingedrukt. Peter Langrak is een collega van mij die promoveert op dit onderwerp. En heeft een heel mooie historische lijn uiteengezet. Maar simpel gezegd is omdat we gewoon eigenlijk andere benaderingen niet doelden in Nederland. het is ook een monocultuur op het gebied van rekenen. Kijk naar de concept kerndoelen SLO. We zijn er wel mee in gesprek en we hebben goede gesprekken met SLO, met het ministerie en zo. En we hopen, dat is mijn manier van bijdrage leveren aan utopie, dat alle kinderen in Nederland kunnen rekenen, ongeacht hun portemonnee. Alleen SLO en ministerie, die moeten wel, en inspectie, die moeten wel water bij de wijn doen. Die moeten wel gewoon denken van, maar er is ook wel ruimte voor andere benaderingen. En ik heb het idee dat we daar stappen in maken. Maar waarom het niet lukt, is omdat realistisch rekenen almachtig was. Omnipresent noemen ze het zichzelf. En het is, als je naar... Ik ga geen namen van andere methoden noemen, want dat zou niet zo leuk zijn misschien. Hè? Maar in ieder geval, bekijk ze allemaal en ze zijn allemaal talig. Ze zijn allemaal door elkaar. Die procedures, die concepten, die worden allemaal door elkaar geleerd. En dat is gewoon funest. Het is gewoon ook heel erg moeilijk om... misschien ook wel voor de methodemakers, ik weet het niet, om die expertise wel te vinden en op te zetten. Wij hebben wel als Mathematisch Instituut met een grote uitgever geprobeerd. En dat is niet gelukt. Om jullie methode via een grote uitgever te laten? Ja, dat is niet gelukt. En, wat was het argument? Nou, ze wilden wel weer talige contexten, talige contextsommen snel aan bod laten komen. Er moesten dure werkboekjes komen, want er moest ook wel geld verdiend worden. Ja. Terwijl wij vinden dat je hebt gewoon een... hoeft niet één boek te zijn, je mag meerdere boekjes van te maken. Dat snap ik wel, dat groep 6, groep 4, groep 5, groep 6, 7 en 8 mogen eigen boekjes hebben. Maar nog steeds, waarom moet jij dure wegwerpboekjes hebben? Ja. Waar je van een getal 3 naar 3 pizza's... Of van... Dus dat is er helemaal nergens voor nodig. Ja. Een schriftje van HEMA of Action. Ja. En dan gewoon laat kinderen gewoon sommen maken. Ook contextrijke contexten. Hè? Kijk bijvoorbeeld wat we hier hebben. Ook dit kun je gewoon mooi in een duurzaam boek. Ja. Dit boek is gewoon heel duurzaam. Kun je 8 jaar lang gebruiken. Jullie hebben geen dure website ernaast waarbij waar je ook een abonnement op moet hebben. Nee. Okay. Nee. Gewoon een schrift. In een schrift. En als je voor wetenswaardig, bijvoorbeeld als taalonderwijs, daar hebben we wel een website voor. Maar dat is alleen maar voor de leerkracht ter ondersteuning van hun lessen. Hè? Ja. En op leerlingniveau, als je dat wel doet, dan moet het los van het onderwijs zijn, primair onderwijs zijn. Hè? Dus leerkrachten moeten gewoon wel echt met een boek, met een schrift aan de slag kunnen met die kinderen, zonder dat je per definitie digitale instrumenten hebt waar heel dure abonnementconstructie op berust. En dat is echt mogelijk. Ja, en dat wil niet zeggen... Daar ageer ik ook tegen hoor, want als docent heb ik zo door de jaren heen... Vroeger had ik een werkboek en een tekstboek. Maar nu heb ik standaard eigenlijk, ook als docent Engels, een werktekstboek. Waarbij dus heel veel wordt ingeleverd. De teksten worden korter, dus er wordt minder gelezen. Ik zie dat als docent, dat vind ik echt jammer. Ja. De leerlingen gaan niet meer de diepte in, een hele korte tekst. Ja. En dan mogen ze daaronder wat schrijven en ze flikkeren die boeken allemaal weg naar vlak. Ja man. En er zit verplicht een digitale leeromgeving. Ja. Ik kan eigenlijk geen methode meer kopen zonder dat de ELO verplicht moet worden afgenomen. En daar baal ik flink van. Ja, en ook, daar baal ik ook wel heel erg van. En ik zie ook wel hoeveel geld ze verdienen met dat model. En dat is heel erg verleidelijk, zeg maar. Ook voor ons bijvoorbeeld, om
Hey, dan denk ik wel, als ik zelf de toepas, hoef je maar een paar honderd scholen te hebben, ben je al kassa. Maar de kracht is toch wel van bij je principes te blijven. En dat is dat je gewoon goed onderwijs ook echt mogelijk moet maken zonder winstbejaag. Zonder dat je gewoon per definitie heel rijk van wil worden. Dus kijk, wij zijn geen overheidsinstelling, wij zijn geen public sector instelling. Wij krijgen 0 euro subsidie en dat wil ik ook wel graag zo behouden. Dat wil ook wel zeggen dat geld ergens vandaan moet komen om deze organisatie gaande te houden. En dat komt dus dan wel door de ouders die het betalen of door scholen die onze diensten afnemen. Alleen wat ik wel zie, is dat het inderdaad allemaal heel dure licentiemodellen zijn of wegwerpboekjes zijn. En ben ik dus dan wel ingegaan op het verzoek van Erik Meester bijvoorbeeld, om een methode te maken voor wetenswaardig. Dat zijn de zaakvakken om leeswaardigheid te verbeteren. En daar zou ik heel makkelijk een digitaal instrument bij maken voor de leerlingen. En dan kun je per leerling gewoon tientje vangen, ja, 20 tuurlijk. Euro vangen. Per leerling, hè? Ja, ja, ja. En geen school die gaat protesteren, want ze krijgen dat geld sowieso van de overheid. Dat geld hebben ze. En de methodemakers weten dat ook. Die denken ook van, oh ja, het is een enorme, dat is een taart van de leermiddelen die de scholen hebben. En bijvoorbeeld voor rekenen kun je wegwerpboekjes voor 40 euro per leerling aanschaffen. Daar hebben scholen geld voor. We zouden ook wel kunnen denken van, oh ja, we gaan allemaal leerboekjes maken, wegwerpboekjes maken voor 40 euro. Scholen hebben dat geld toch. Ja. Maar dan zeg je van, ja nee, weet je wat, de 38 euro mag je in je zak steken. Koop maar bij Action voor 2 euro of bij HEMA, maakt niet uit, waar dan ook. Schriften. Ja. Laat kinderen gewoon in schriften schrijven. Nou, daar zijn we het en dan over kun eens. Je zeggen, nou, maar dan kun je denken dat ik commercieel ben. Maar dat is zo anti-commercieel denken. Het geld wat er kan komen, zeg ik nee, hoeft niet. Nee, maar geef kinderen gewoon een boek. Daar zijn wij het absoluut over eens. Want dit kan je 4, 5, 6 jaar. Acht. In 8 jaar kun je het afschrijven. Ja. En de boeken tegenwoordig. Als je kijkt, vroeger moesten we leerlingen bij mij op school boeken inleveren. Mm-hmm. En er stonden allemaal mensen van de uitgever, die stonden daar die boeken in te nemen en te kijken of de bladzijden beschadigd waren. Nu zijn er hele leerjaren die niks meer hoeven in te leveren. Nee, die gaat allemaal proberen. Dat lijkt een service, dat lijkt super handig. Maar dat betekent dus dat een boek in 1 jaar is afgeschreven. Klopt. En in plaats van 8. Ja. En dat vind ik kwalijk. Dat is absoluut kwalijk. Ja. Dat vind ik een nare manier van zaken doen. Zeker, ja. Ja. En dat is ook wel iets wat ik niet wil doen. Ik wil gewoon wel bij elke podcast gewoon staan en kunnen vertellen waar we voor, wat we doen en hoe we het doen. En wat zegt, want ik kan me voorstellen dat de uitgevers nu kijken. Wat krijg jij nou terug? Nu heb jij dit gezegd en dan zegt ze, ja, wacht eens even, Seskien, maar jij bent een commercieel bedrijf en jij zet ook, jij vangt ook heel veel geld, wacht eens even. Mm. Dat is, wat gaan mensen nu tegen jou zeggen, nu jij dit hebt gezegd? Wat krijg je dan terug? Ja, heel veel, dat het een businessmodel is inderdaad dat het een commercieel bedrijf is en dat we ook wel geld verdienen en zo. Kijk, het is een BV, het is geen commercieel bedrijf, maar het is een BV. Dat is gewoon een rechtsvorm. Daar is het nu eenmaal voor gekozen. Elke BV die heeft gewoon bedrijfswaarden. En bij ons bedrijfswaarde is niet dat we gewoon naar winstmaximalisatie willen. Dat is dus in alles wat we doen, hoe wij onze producten neerzetten, bij scholen brengen. Willen wij gewoon niet dat het ons maximaal bedrag oplevert, maar we willen wel zo duurzaam mogelijk bij scholen wegzetten. Dus hoe we met foutloos rekenen bijvoorbeeld doen, is dat we zeggen, nou, er is een traject, scholingstraject voor je leerkrachten. Dan sturen we iemand 12 keer naar je school toe en dan mag leerkracht of meerdere leerkrachten in de klas samen met ons on the fly leren hoe wij dit doen. Ons hoop en ons wens en ons inzet is dat ze gewoon van ons overnemen. Dus kennis wat wij op hebben gedaan in de afgelopen 12 jaar, die stellen we beschikbaar
via een scholingstraject. En daarna mogen ze alleen maar boeken kopen, hoeven ze alleen maar boeken te kopen. En hopelijk eens in 8 jaar. En niet elk jaar weer. Hè? Dus dat is toch wel weer anders. En dat dat ook wel geld oplevert, dat zal wel moeten. Want anders kunnen we onze diensten geen niet voortzetten. Geen bedrijf kan zonder winst. Maar ook, of zonder geld. Hè? Winst is nog daaraan toe. Maar daar wil ik je wel in bijvallen. Laten we nou niet doen alsof Malmberg of Van Dijk of andere boekenhuizen geen financiële bedrijven zijn. Noordhof. Waar ook nog buitenlandse investeerders een hele hoop geld aan verdienen. Dus als het gaat om ethiek, wat is ethisch verantwoord, dan moeten we, vind ik, niet alleen kijken naar foutloos rekenen. Is dat commercieel? Maar dan moeten we ook niet vergeten dat alle andere boekenhuizen en uitgevers ook commerciële bedrijven zijn. Mm-hmm. En vaak wel aan winstmaximalisatie doen, omdat ze zich moeten verantwoorden naar buitenlandse investeerders. Klopt. En daar kunnen we nog een hele podcast aan besteden. Ja, klopt. Dus daarin wil ik je meegeven dat, dat ik dat ook zie. Dat, ja, dankjewel. Er moet wel geld verdiend worden. En sommige mensen willen heel veel geld verdienen. Want als ik naar de omzet kijk, naar Van Dijk, laat ik maar een boekenhuis noemen, dat zijn flinke... Tientallen hele, miljoenen. Ja, hele grote. Zo groot zijn wij ook niet. Hè. Dat kan ik je ook wel vertellen. We zijn eigenlijk een klein speler. Hè. Wat kun je zeggen over de omvang van de organisatie? Kun je wat vertellen over het aantal medewerkers? Mathematisch instituut? Ja. We hebben ruim 80 medewerkers volgens mij. Collega's die voor ons samen met ons elke dag weer onderwijs beter maken. En dan hebben we ook wel partners. Dat zijn kleine bedrijven die ons ondersteunen, zoals met vormgeving of drukken of website, hè, hoe heet het, IT en zo. Ik wil eigenlijk zo klein mogelijke organisatie, want ik heb sociaal psychologie gedaan, dus ik weet wel dat het moeilijk is om veel mensen aan het werk te houden en zo. Dus als je met andere partners samen kan werken, dat is het beste. En we hebben ook veel samenwerkingstrajecten met universiteiten en met kennisinstituten. Want we doen het niet allemaal alleen. Je hebt heel veel andere mensen nodig. Dus al met al denk ik meer dan 100, 120, 130 individuen die allemaal direct een bijdrage leveren aan het werk dat we doen. En op de, qua FTE's of zo, denk ik dat we wel 50, 60 FTE's op de loonlijst hebben, denk ik. Dus op zich is het ook niet een kleine organisatie. Maar het is geen beursgenoteerd zoals andere uitgevers die tientallen... Zou je dat graag willen? Nee. Niet beursgenoteerd. En eigenlijk ook niet per se heel groot. Ik wil vooral impact kunnen hebben. Samen met mijn collega's, dat we gewoon echt het denken over onderwijs veranderen. Dat we, en we willen ook niet per se terug naar het verleden, of we willen niet heel vaak wordt ook wel gezegd van traditioneel en ouderwets en zo. Dat is niet wat we willen. ChatGPT, jouw specialiteit, vind ik geweldig. Ik vertel mijn collega's dat ze ook wel met de e-mails of je kunt er geen boeken mee laten maken. Dat moet je zeker niet doen, dat is fout. Maar dat gaat fout. Wat ik probeer te zeggen is dat we technologische ondersteuning fantastisch vinden. Maar we moeten niet doen alsof lezen vanzelf gaat. Alsof rekenen vanzelf gaat. En alsof, omdat wij rekenmachines hebben, dat kinderen zelf dan niet meer moeten kunnen rekenen. Dat zijn verschillende dingen, zeg maar. Nou, daar zijn we het over eens. Hè? Wat ik altijd zeg als ik een keynote geef over ChatGPT of AI... ik geef altijd mee als boodschap naar docenten, dat docenten relevanter zijn dan ooit, juist door de komst van AI. Absoluut. En dat het rekenen en lezen belangrijker is dan ooit. En dat dat de enige tool is, dat alle schoolvakken die je leert, biologie, Nederlands, Engels, geschiedenis, Frans, Duits, die geef je een filter van de wereld. Mm-hmm. Dus het is fout om te denken, je kan alles opzoeken, we hebben geen onderwijs meer nodig. Juist omdat we alles kunnen opzoeken, is het belangrijk dat we een basisfilter hebben. Dus moeten kunnen rekenen en moeten kunnen lezen. Daarom denk ik dat docenten nog heel lang heel relevant zullen zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Wij, de kinderen, dat filter in de vorm van rekenen, lezen, geschiedenis, alle vakken zijn relevanter dan ooit. Absoluut mee eens. En ChatGPT, de output moet je kunnen beoordelen. Ja. En zelfs met rekenmachine, moet je output moet je kunnen beoordelen. Ja. Dus moet je ongeveer wel weten van, hé, maar zit ik goed of zit ik niet goed? Ja.
bij Kees Hoogland, een van de kritieken die naar voren kwam, was, ja, staardelingen, hartstikke leuk allemaal, maar als ze straks gaan werken en ze komen in de maatschappij, niemand doet meer een staardeling. Mm-hmm. Dus zijn titel is ook, hij is expert als het gaat om wiskundig en analytisch vermogen van professionals. Mm-hmm. Dus hij heeft goed kijken op wat er op de werkvloer nodig is aan wiskundige en analytische kwaliteiten. Mm-hmm. En hij zegt, ja, staardelingen, wie doet dat nog? Mm-hmm. Heel veel dingen worden ook met de rekenmachine gedaan. Waarom zou je wat ouderwetse technieken gebruiken die je later niet gebruikt? Hoe kijk je daar tegenaan? Kortzichtig. Kortzichtig, omdat als je naar de professionalisering kijkt van de van individuen, je moet die basisvaardigheden allemaal verzamelen. Op een gegeven moment word je gewoon een kundig individu. En dan ga je bedrijfsleven in, of ga je bij de overheid werken, of geef je gewoon nog beter, ga je dan lesgeven. Dan moet je die basis allemaal hebben om nog verder je te ontwikkelen. Nou, als ik van mezelf mag voorbeeld mag geven, is, ik heb mooie opleidingen allemaal mogen maken. Daar ben ik dankbaar voor. Op een gegeven moment kwam ik bij een onderzoeksinstituut en ik moest allerlei rapportages, tools of berekeningen kunnen bouwen in Excel. En dan ga ik dan naar die Excel toe, Visual Basic bijvoorbeeld. En dan moet je die formules allemaal kunnen intoetsen. Dus je moet ervoor zorgen dat Excel voor je die berekening maakt. Dat kan simpel zijn, maar dat kan moeilijk zijn. Het is veel complexer. Als je de basis niet hebt, is het veel complexer, veel moeilijker om met die digitale middelen te werken. Net als met ChatGPT. Je stelt een simpele vraag aan ChatGPT, krijg je de grootste onzin eruit. Ja. Toch? En ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt. En dan kun je wel zeggen van, ChatGPT, klopt niet wat je zegt. Zeg dan, oh sorry, en dan komt hij met een andere onzin. Dan kun je zo blijven doorgaan. Hè? En elke keer zegt hij, oh sorry, opnieuw. En waarschijnlijk wordt het wel beter, technologie zal wel beter worden. Maar ten alle tijde ben jij zelf als individu aan zet. Hè? Jij moet ervoor zorgen dat datgene wat je erin stopt, dat het ook wel juist eruit gaat. Dus in die zin dat je de basis niet hoeft te beheersen, dat is, alleen maar hoeft te leunen. Rekenen op de staardeling hadden we het over. Mm-hmm. En Kees zegt, denk ik terecht, wie gebruikt er nog een staardeling? Dat was vroeger relevant, mm-hmm. want dan had je niet een mobieltje. Dan moest je echt op sommige, met het huishoudboekje mm-hmm. ernaast de moeilijke sommen mm-hmm. doen. Maar tegenwoordig gaat dat allemaal automatisch. Hè? Klopt. Maar ik heb eerder bij een interview ook voorbeeld gegeven. Dat vind ik dan heel typerend. Was ik bij de kassa met mijn kinderen. Mijn oudste was er niet bij. Die is in groep 8. En dan kassière vraagt mij van, meneer, heeft u een rekenmachine? Heeft u een telefoon bij u? En dan zeg ik ja. En dan zag ik iemand daar geld afgeven. En ging die weg. Ik moest iets ophalen. Kwam die weer terug. En hij had €50 gegeven. Ik zei, nou, wat wil je dan berekenen? Zij zei, nou, 50 min 7,5. Ik zei, nou, €7,50 of €7 wat? Ze zei, nee, €7,05. Nou, dat rekende ik. Dat was volgens mij 42,95 of zo, hè? Dat is een tijdje geleden, of 43, nee. En reken ik, dat heb ik zelfs uit mijn hoofd gedaan en dan geef ik haar terug. En op een gegeven moment zei ik van, nou, wat was er dan aan de hand? Waarom kon je dat zelf niet uitrekenen? Ze zei, nou, meneer heeft €50 gegeven en ik heb per ongeluk €20 ingetoetst. Ik kon daarna niet meer rekenen, zei ze. Dus ik kan gewoon, ze is niet meer kundig om €7,05 terug te rekenen, wat ze terug moet geven, in plaats van 20, €50. En toen dacht ik ook wel van, nou, maar ben ik ook wel benieuwd naar haar opleidingsniveau. Zei ik van, nou, mag ik vragen hoe oud je bent? En toen zei ze, ja, 17. Ik zei, nou, dan zit je toch wel op school? Ze zei, ja, HAVO 5. Alleen we rekenen alles met rekenmachine. Ik heb nu een fout gemaakt. Ik kon het niet meer. Ze had een typfout gemaakt en kon ze niet meer terugzetten. Ja. Maar wat was er nou gebeurd als ze een rekenmachine ernaast had liggen? Dan had ze. Klopt. Wat als de rekenmachine geen batterij had? Dus je moet altijd. Dat vind ik een leuke discussie, hè? Ja. Want
Kijk, ik denk dat ik het met je eens ben. Mm-hmm. Ik denk dat ik het met je eens ben, maar dat hoor ik ook altijd bij kaartlezen. Google Maps, ik weet nog, ik heb leren rijden met het 100.000 stratenboek. Al die straten opschrijven en dan goed kijken. Oké, je moet hier naar links, naar rechts. En toen kwam de navigatie en toen zeiden mensen, ja, als de telefoon uitvalt, kom je nergens meer. Dat klopt, maar mijn telefoon is nog nooit uitgevallen. Ja. Ze hebben altijd, niemand doet dat nog. Klopt. En dus ik speel even advocaat van de duivel. Ik heb net uitgelegd waarom ik denk dat je wel moet kunnen rekenen. Wat als een keer satellieten allemaal tegen elkaar oppotsen en dan kun je helemaal niks meer. Hoe groot is die kans? Hoe vaak, ik leef al 40 jaar, hoe vaak is dat nou gebeurd? Nee, klopt. Maar kijk, wat mensen vergeten. Kijk, mijn zoon gaat naar de voortgezet onderwijs vanaf september. En dan zeggen ze ook, ja, maar al die wiskunde heb ik niet nodig. Waar heb ik dat dan voor nodig? Nou kijk, ik weet niet hoe goed je sport. Sport je wel eens? Ja, af en toe, ja. En dat is voor je speren. Ja. Om die te onderhouden. En leren rekenen, teksten lezen. En boeken lezen en noem maar op, dat heb je allemaal nodig om je hersenen te onderhouden. En je hersenen onderhoud je het beste, zoals wij gewoon dat jij en ik ook wel gehad hebben, op school. En natuurlijk gamen of al die devices gebruiken en dergelijke, dat helpt ook. Het is ook niet zo dat mijn kinderen niet mogen gamen. Tuurlijk mogen ze wel gamen. Nou, het zou me niet lukken om dat te verbieden. Dan zou je heel abnormale kinderen krijgen, denk ik. Nou ja, alles op zijn plaats. En alles je moet wel een beetje balans in zien te vinden. Dus staartdeling, als je heel lang niet meer staartdeling gedaan hebt, zul je waarschijnlijk ook wel vergeten zijn hoe het dan in zijn werking gaat. Dan moet je toch wel even weer gaan oefenen, zeg maar. Maar als je eentje geleerd hebt, al die rekenprincipes, dan komen ze, al vergeet je ze wel, ze komen wel weer terug. Na een tijdje, wanneer je ze nodig hebt, dan hoef je minder inspanning te leveren om ze terug te halen, dan een grotere. Wat om gaat is, wat Kees in mijn podcast ter sprake bracht, is, we hadden het over de teleurgang van het wiskundeniveau in Nederland, de daling daarvan. Mm-hmm. En een van de redenen is, ook volgens Kees, is dat de wiskunde die we leren niet relevant is. Dus zodra we de school uitstappen, gebruiken we die staartdeling niet. Dus hij zegt, wat we leren in de boekjes is niet wat we gebruiken in de praktijk en niet wat we gebruiken op de werkvloer. Dat betekent dat leerlingen dat dus niet toepassen. En ook zodra ze het schoolgebouw verlaten, dat het niet meer relevant is. Ja, een beetje puberaal denken. Maar, want door die principes goed aan te leren, ontwikkel je je hersenen. En het is niet alleen maar een staardeling. Maar het is een scala aan vaardigheden die je allemaal moet beheersen. En als je overal zo lichtzinnig over doet, op een gegeven moment heb je niks meer als bagage. Dus wat niet? We gaan. Vroeger had je ook wel. Hij heeft bijvoorbeeld ook over, waarom staat er geen hoofdstuk, hoe ga ik om met mijn rekenmachine? Daar kan je toch volgens mij ook wel de hersenen mee prikkelen. Jawel, maar dat is wel onderdeel van rekenonderwijs op school. Nou, dat mag ook wel. Maar niet zoveel als hij zou wensen. Dus hij zegt niet, je moet niet rekenen. Mm-hmm. Je moet kijken naar wat is relevant voor de werkvloer. Wat komen de leerlingen tegen buitenschool? Mm-hmm. En hoe zorgen we ervoor dat wat ze leren, dat ze dat gebruiken? Startdeling of bijvoorbeeld hoe je omtrek en oppervlakte van een cirkel berekent en dergelijke. Dat je handmatig doet, dat is eigenlijk onder de mottokap. Wil je weten hoe het onder mottokap werkt of niet? En diegene die dat wel goed beheerst, die heeft veel meer verstand van dan wanneer je eigenlijk alleen maar die auto bestuurt. Dat is het verschil. Zodra je die niet doet, dan ben je afhankelijk van een ander. En met een auto of met een ander instrument kun je gewoon denken van, nou heb ik eentje in een half jaar nodig. Maar rekenen heb je 20 keer, 30 keer, 50 keer per dag nodig. Of lezen heb je veel vaker nodig. Begrijp je wat ik bedoel? Dus door die vaardigheden, basisvaardigheden en de werking van begrip en inzicht, krijg je door veelvuldig oefenen van die basis, de elementaire vaardigheden. En als je die
die je eigenlijk aan allerlei andere factoren overlaat, ja, dan ben je minder kundig. Dat is gewoon zo. Mensen die de basis heel goed hebben opgebouwd, die zijn gewoon meer kundig dan mensen die dat niet hebben gedaan. Over het voorbeeld van programmeren in Excel bijvoorbeeld, of dingen goed neerzetten in Excel. Ik had altijd heel hoge status bij mijn collega's, omdat ik die vaardigheden heel goed beheerste. Iedereen kwam naar mij toe. En de mensen die dat niet beheersten, ja, die hadden minder status, ook minder vrijheid. Dus ik kon mezelf veel meer permitteren, want ik kon bijzondere dingen doen wat weinig andere mensen konden doen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus of je nou staardeling of omtrek van een cirkel of wat dan ook kan berekenen of niet, dat moeten mensen vooral zelf weten. Maar mijn motto is, wil je kundiger worden, wil je meer vrijheid voor jezelf als het ware creëren in werk, in keuze in je werk, keuze in je loopbaan, dan is het echt verstandiger om de basis niet te verwaarlozen. Ik vraag me af, in hoeverre hebben jullie inzicht, of jullie met jullie bedoel ik het instituut, inzicht in wat er nodig is in werk? Kijk, we hebben vastgesteld dat de PISA-scores dalen. Mm-hmm. En PISA-scores is voor het Nederlands onderwijs nou eenmaal een hele belangrijke maatstaaf. Als die scores nou omhoog gaan, is het dan goed? Of moeten we ook nog kijken van, in dat professionele werkveld, wat zijn nou vaardigheden die daar echt dagelijks aan bod komen, waar Kees Hoogland zich zo mee bezig houdt. Nou, Kees Hoogland is niet een, ja. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie daar inzicht in hebben? Nou, kijk, dan moet je logisch redeneren, denk ik. En dat is, als je naar beroepsonderwijs kijkt, laat ons beroepsonderwijs nemen. Een metselaar of een loodgieter. Die moeten wel allemaal meetkunde heel goed kunnen. Die moeten ook heel goed kunnen rekenen. En ik weet niet hoe vaak jij een huis hebt verbouwd. Ik heb één keer mogen doen. En nu en dan heb je wel. En één keer heb ik het hele dak moeten laten vernieuwen. Dan zie je hoe erbarmelijk het gesteld is met rekenvaardigheden van die mensen. Het is op alle gebieden gaat het gewoon fout. Ze kunnen gewoon niet rekenen. Ja. En wie betaalt? Nou, dat de opdrachtgever, diegene die kijk, sowieso voor die mensen, ze kunnen minder goed hun bedrijf runnen, want wordt het heel inefficiënt als je niet goed kan rekenen hoeveel kubieke meter zand je moet laten komen en dat moet je dan 3 keer opnieuw doen omdat je niet kon berekenen. Nou, dat lijkt mij niet zo aangenaam. En als je gewoon dakpannen gewoon 3 keer vrachtwagen voor moet laten rijden, omdat je niet in staat bent om de juiste berekening te maken, dat lijkt mij niet zo prettig. En dat is wel allemaal professionalisering van die medewerkers, van die individuen. En die gaan dan jou bedienen, die gaan dan Kees Hoogland bedienen, die gaan voor ons allerlei dingen doen. En met alle frustraties van dien ook. Ja, het zou interessant zijn om eens om te onderzoeken hoeveel de maatschappelijke kosten zijn van het gebrekkige rekenen bij professionals. Dat hebben ze wel gedaan. Dat een rapport uit, als ik me niet vergis, 2019 of zo. En miljarden. Gewoon, wat ik weet is minimaal 1,3 miljard. Ik heb het niet paraat. En ik ben ook wel vergeten, volgens mij was het PwC of zo. Die hebben wel uitgerekend wat de kosten zijn van, volgens mij wel lage cijfertijd en lage lettertijd. Okay. En afgelopen weekend was er ook een hele discussie over terminologie van lage lettertijd en zo. Maar gebrek aan wat ze kunnen lezen, wat ze kunnen rekenen. Laat ons maar zo noemen. Dat kost ons bakken vol geld. Ja. Maar geld is één ding, maar menselijk ellende is een ander ding. Mensen kunnen veel betere keuzes maken voor hun opleiding, voor hun loopbaan, voor hun toekomst, als ze de basis goed hebben. En wat nog belangrijker is, hè, is dat als jij gewoon goed opgeleid bent, de basis goed hebt, en dan hebben we niet over laag opgeleid, hoog opgeleid, praktijkgericht, dus en zo, dat is mijn discussie niet. Mijn discussie is de basis, elementaire basis, wat ons homo sapiens maakt. Dat is lezen,
Dat is rekenen. Iedereen moet dat kunnen. Of je nou 1 of 20 iPads hebt, boeit niet. Of je van rijk of arm bent, daar moet er geen onderscheid in zijn. Iedereen moet kunnen lezen, iedereen moet kunnen rekenen. En als je dat niet kan, de grootste kost, de grootste prijs die betaald wordt, is dat je niet vrij bent in het maken van je keuzes voor je toekomst. En als je per ongeluk een verkeerde keuze hebt gemaakt, je bent docent Engels geworden, en je denkt van, nee, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil advocaat worden, of ik wil metselaar worden, maakt niet uit, ja, welke kant op. Dat je in staat bent om andere vorm te geven, andere richting te geven aan je leven. En dat is eigenlijk Luc Koning bijvoorbeeld, die zegt altijd redzaamheidsleren, redzaamheidsrekenen. Nou, dat is eigenlijk een soort van redzaamheid. Dat je gewoon, en dat is ook het grootste goed wat ik mijn eigen kinderen wil geven. Niet per se allerlei, dat ze hoeven van mij geen professor te worden of wat dan ook. Ik vind dat een mooi streven en ik denk dat dat uiteindelijk ook het doel moet zijn. Mijn vraag is dan... Maar dat kun je alleen maar doen als de jongvolwassenen, individuen, de basis goed hebben. Ja. En dan komt het altijd goed met je. En wanneer is dat... Die vraag stelde ik ook aan Kees. Hoeveel wiskunde, hoeveel rekenen moet je hebben voordat je die basis goed hebt? Hè? En met Kees was ik er nog niet helemaal uitgekomen. Ik vroeg mezelf namelijk af... Waar liep het spaak? Pardon? Waar liep het spaak? Nou, ik heb heel veel gehad aan procentueel rekenen en oppervlakte kunnen berekenen. Ik heb mezelf altijd de vraag gesteld. Ik heb 5 jaar wiskunde A gehad op de middelbare. Ik denk dat de vaardigheden die in mijn leven belangrijk waren, dat ik die in de eerste 3 jaar had kunnen leren. En dat ik niet 5 jaar lang wiskunde A had moeten hebben om zelf redzaam te worden. Dus mijn vraag aan jou is, wanneer ben je eigenlijk zelf redzaam als het gaat om wiskunde rekenen? Hoeveel heb je daarvan nodig? Maar het rekenen is in ieder geval 1S niveau. Hè? S van Simon, ja. Ja. Dat is, 1F is eigenlijk heel laag, heel basaal. Dan 1S streefniveau, dan kun je alles wat hierin staat, kun je ook wel doen. En dat is genoeg voor zelfredzaamheid in de maatschappij? Nou, dan heb je voldoende... rekenvaardigheid om daar verder op voor te bouwen. Als je dit allemaal kan, dan kun je gewoon wel de kubieke meter berekenen. En dat kun je op de basisschool al bereiken? Eind groep 8 zou je dat wel moeten bereiken. En daarom noemen we het ook wel basisschool. Hè? Daarom heet het ook wel basisschool. Ja. Omdat je daar de basis allemaal moet aanleggen. En daarna is het voortgezet onderwijs. En dan hebben ze over vroege selectie of late selectie. Dat boeit ook allemaal niet. Je mag selecteren wanneer je wil. Daar gaan wij niet over. Maar ons punt is dat kinderen allemaal in staat moeten zijn om op de basis te, hè, gewoon op 1S niveau rekenen en op eigenlijk 2F niveau kunnen lezen. Hè. En daarna kunnen ze, daarna kunnen ze keuze maken. Ga ik naar VMBO, ga ik naar HAVO, ga ik naar VWO? Dan mogen ze allemaal zelf weten. Wat mij betreft is er ook geen waardeoordeel daarin. Geen verschil tussen welke beroep je ook wel, welke richting je ook wel kiest. Ja. Als je maar weer verder gaat. Maar als je naar die inspectierapporten kijkt bijvoorbeeld. 3/4 van VMBO'ers, die kunnen op groep 6 niveau rekenen. Dus 1F niveau. En dat is krankzinnig. Dat mag echt niet. Dat mogen we echt niet accepteren. Maar dat accepteren we toch wel. En 20% van de havisten en VWO'ers, idem dito. 20% van de havisten en 3/4 van VMBO'ers, tweede klassers. Dat is echt met die havisten en VWO'ers ook wel tweede klassers. Ja. En wat je dan ziet, kijk, of leren kinderen niks meer op, die kinderen dan in ieder geval, of leren ze niks meer bij. Of hebben ze niet geleerd op de basisschool en dan hebben ze op school ook niks meer bijgeleerd. Of hebben ze geleerd, maar zijn ze het vergeten. Wat wij nu wel zien bij het Mathematisch Instituut, meer dan basisscholen komen voortgezet onderwijs naar ons toe. En die zeggen van, nou wil jij alsjeblieft valdoorzekenen bij ons op school aanbieden. Want de kinderen kunnen, die hebben al die rekenvaardigheden niet.
Dus we worden veel meer ingezet door voortgezet onderwijs om bij te spijkeren. In de klas, in de les. De kritiek die hier vaak op wordt gelegd, hè, de PISA-scores. We zijn het erover eens dat de scores in wiskunde dalen. Mm-hmm. Maar waar mensen het niet altijd over eens zijn, dat merk jij ook, is de oorzaak daarvan. En men heeft nog wel eens het idee dat het Mathematisch Instituut een soort stroomman maakt van het realistisch rekenen. En daarmee met die stroomman een mooie omzet kan genereren en methodes kan uitdelen aan scholen. Dus als het gaat om de oorzaak, ik denk dat daar heel veel mensen over verschillen, over wat is nou de oorzaak. Denk ook aan de gebrekkige investeringen in het onderwijs in het algemeen. Hè? Mm-hmm. Het vak leraar dat aan het aanzien naar beneden gaat. Ja, het aantal uren wiskunde dat daalt. Ja, klopt. Hè? Wordt steeds minder. Ik zie het ook gebeuren. Van 4 uur naar 2 uur. Kunnen ze nog minder maken, hè, met deltaplan en zo. Dus er zijn meerdere oorzaken dan alleen maar het realistisch rekenen. Of niet? Klopt. Hè? Je kunt ook niet. Het zou wel lichtzinnig zijn als ik zou zeggen: nee, realistisch rekenen is de enige oorzaak. Het is wel een belangrijke oorzaak, hè? Van een bepaalde deel van het problematiek, van de problematiek, absoluut. En er zijn ook leraartekort en ook hoe die boeken allemaal samengesteld zijn, opgezet zijn, hè? De methoden en noem maar op. Dat klopt wel. Alleen. Klassikaal lesgeven, hè, dat werd in begin jaren 2000 ook frontaal onderwijs genoemd. Hè. Dat is ook nu uit den boze. En iedereen moet op eigen niveau les krijgen. Je moet in een klas op 20 manieren differentiëren en zo. Dat helpt ook allemaal niet. Dat klopt ook wel. En passend onderwijs is weer een andere uitdaging. Dus klopt, er zijn wel heel veel uitdagingen, maar ik ben gespecialiseerd in bepaalde onderdeel en daar hou ik ook wel van, hè, dat de schoenenmaker blijft bij je leest. Hè. Bij rekenproblemen weet ik wat de oorzaak is, wat de voornaamste oorzaak is. Ik weet niet of regressieanalyses je wel iets zeggen. Nee. Maar dat is een bepaalde manier van onderzoeken in sociale wetenschappen, zeg maar. Dan kun je voorspellers gaan bepalen van een bepaalde oorzaak, zeg maar. En als je een regressieanalyse zou maken, dan is realistisch rekenen de belangrijkste predictor, belangrijkste voorspeller van de tekortkomingen van ons rekenonderwijs. En die PISA's heb je een paar keer genoemd. Wat mij betreft is dat niet heiligmakend. Alleen, het is een meting, heb ik niet gedaan. Ik ben er niet bij betrokken geweest. Hey, dat is een internationaal alom opgezet iets, toch? Hey, dan komen ze uit. En dan heb je Teams. Ja. Weer zo'n onderzoek. Zijn mijn cijfers niet? Zijn mijn onderzoek niet? Ik ben er 0,0 bij betrokken. Komt dezelfde uit. En dan hebben we pijlonderzoeken van de inspectie. Onze eigen inspectie, toch? Met onze eigen scholen. En dan is het belangrijk dat die kinderen wel daaraan meedoen. Krijg je zelf beeld. Op een gegeven moment denken we, nou prima, het interesseert me niet hoe je het noemt, welk onderzoek het is en wat dan ook. Het is allemaal hetzelfde beeld. Ja, dan denken we, nou jongens, kom, nu gaan we aan de slag, nu gaan we het oplossen. En dan ook nog, niet 1 keer toevalligerwijs of 2 keer toevalligerwijs, maar afgelopen 20, 25, 30 jaar, precies, jaar in jaar uit, dalende trend. Steady negatief wordt het genoemd. Ja, dan denk ik van, maar ik denk wel... Lekker boeien, allemaal. Zou je een heel allemaal. Goed punt kunnen hebben, alleen ik denk dat het belangrijk is... Nee, ik heb een heel goed punt. je hebt een heel goed punt. Ik denk dat het belangrijk is om die andere ontwikkelingen, zoals het lerarentekort, het dalende aantal uren wiskunde, om al dat soort dingen synchroon aandacht te geven. Klopt. Dat ben ik wel met je. Met zo'n methode. Dus alleen met de methode rek je niet. Nee. Daarnaast zou je op de lerarenopleiding dan ook een ander narratief moeten aanbieden. Zeker. Absoluut waar. Dat is een belangrijk punt ook weer. 100%. Helemaal mee eens. Dat is een goed punt. Goed dat je dat ook wel aansnijdt. Want realistisch rekenen is ook helemaal, hoe noem je dat? Vervlochten met lerarenopleidingen. Bij de PABO's en zo mogen ze ook niet. Nu begint het wel weer. Kort geleden zei iemand van, die volgt, die, die, die,
die is een zijnstromer geworden, die volgt dan lessen bij een pabo. En ze zei, ja, ze hadden over jou. En dan vertelde ze dat ze in de les van een pabo-docent les kreeg. En dat wij ook wel verteld werden dat ze ook over valdelsrekenen hadden. Dat realistisch rekenen één ding was, maar valdelsrekenen een ander ding. En dat zij dan zich moesten verdiepen in beide dingen. Dan denk ik van, fijn dat we dat voor elkaar hebben gekregen. En zoveel pabo's zijn er gelukkig ook in. Een paar honderd volgens mij toch. Ik weet het eigenlijk niet hoeveel, maar in ieder geval x aantal. Ze kunnen prima gewoon aandacht schenken aan vlot en valdels leren rekenen ook. En als je het daar allemaal goed doet, dan zullen heel veel kinderen op school, in de klas, door eigen leerkracht goed onderwijs krijgen. En dan heb je gewoon schaduwonderwijs niet nodig. En dan heb je bijlesindustrie niet nodig. En dan kunnen we gewoon bezig zijn met datgene wat noodzakelijk is. Dus jij zegt, biedt niet alleen het realistisch rekenen narratief aan, maar biedt ook ons narratief aan. Zodat je in ieder geval kan kiezen. Ja, eigenlijk ons narratief omhelst ook wel narratief van realistisch rekenen. Alleen we draaien op volgorde. Ja. Wij zeggen van, nou geef dat basisvaardigheden gewoon. En eigenlijk ook, Kees Hoogland is de enige die zich daartegen verzet. Hè. Heel veel andere mensen van Freudenthal Instituut heb ik afgelopen periode veel contact mee gehad. We hebben goede gesprekken. Vind ik ook belangrijk om onze bijdrage te leveren aan utopie. Aan ons positief beeld van ons doel van dat elk kind moet vlot en foutloos kunnen rekenen. Dus dat bereiken we ook wel door ook met het Freudenthal Instituut te gaan praten. Ook met ministerie te gaan praten. En heel veel mensen die beamen het wel. Die schrijven zelf ook wel op hun website en dergelijke. Nou, ga maar allemaal automatiseren. Er was echt een filmpje van een voortgezet onderwijs. Waarin ze vertellen, ik dacht wel, dit is een prachtig promofilmpje voor foutloos rekenen, man, bijna. Dus we hebben al heel veel bereikt als mathematisch instituut. We hebben het denken over rekenonderwijs echt werkelijk veranderd door steeds meer in kranten te schrijven, steeds meer op radio's, steeds meer naar scholen toe te gaan. Het is al veranderd, alleen je hebt een paar hardliners, die moeten ook even anders nadenken, dan zijn we er eigenlijk al. Wat ik het sterke vind van Kees Hoogland is zijn vakgebied, namelijk wiskundig en analytisch vermogen van professionals, dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Namelijk voor de professional op de werkvloer. En dat vind ik niet onbelangrijk. Dus ik heb heel veel waarde aan het vakgebied van Kees. Dus mijn vraag is dan ook aan de mensen van het Freudenthal Instituut. In hoeverre heb je inzicht... Kees is niet van het Freudenthal Instituut, hoor. Pardon? Kees is niet meer van het Freudenthal Instituut. Nee, maar ik bedoel, je noemt het Freudenthal Instituut als het gaat om... Ja, maar die zijn goed bezig. Voor het realistisch rekenen, denk ik. Ja, maar in hoeverre is het hun vakgebied om te bepalen hoe rekenen en analytisch vermogen wordt gebruikt op de werkvloer? Nou, werkvloer, kijk, hebben we dan wel over die loodgieter of die metselaar. Zeker. Die moet wel kunnen berekenen hoeveel tegels die nodig heeft. En als hij met de methode van Kees Hoogland probeert en hij moet drie keer zelf de vrachtwagen bestellen, omdat hij er niet uitkomt, denken we, nou, hoe wiskundig kan die dan wel denken, die professional? Ja. Denken we, nou, weet je, leer dan basis. Ja, maar kijk, en dan kan hij altijd. Ja, ik begrijp wel. Hoe vaak gebeurt dat dan? Ik begrijp wel dat het moeilijk is om daar aan toe te geven, Tijmen. Die loodgieter of de mensen. Maar daar gaat het om. Ja, maar hoe vaak gebeurt dat nou? Is dat nou een voorbeeld? Is het nou het geval dat de loodgieter regelmatig een verkeerde bestelling doet? Of de metselaar regelmatig? 100%. Heel regelmatig. Daar heb je onderzoek naar gedaan. Dat kunnen we wel doen. Nou, kijk, dan hebben we PISA-resultaten, dan hebben we TIMSS, dan hebben we pijlonderzoek. En daarvan zeg je. Nee, maar daarvan zeggen we, ja, maar dat is maar een. Dat is maar een toets. Dus die onderzoeken worden ook wel in twijfel getrokken. Nee, helemaal niet. Ik vraag alleen af, als je naar PISA kijkt, dat heeft het over het rekenniveau van 15-jarigen in het onderwijs, of 14-jarigen. De vraag is in hoeverre PISA ook in oogenschouw neemt wat kinderen later gaan doen met rekenen en wiskunde. Is daar zicht op? Dus wat meet je? Meet je nou hoe goed we het doen als school op de PISA-onderzoeken en CITO-scores en de IEP-toetsen? Of meten we met PISA wat er inderdaad nodig is op de werkvloer? Ik vraag me dus af, als we een hele goede PISA-score hebben over 5 jaar dankzij foutloos rekenen, of dat ook leidt tot relevanter wiskunde en analytisch vermogen op de werkvloer.
Ik denk het wel. Ik denk dat het. Kijk, alleen die basis. Hè, dus basis is noodzakelijk voor verdere opbouw. Dus je moet basis heel goed geven. Dan gaan we naar een MBO. Naar een gemiddeld MBO. Kijk maar. Heel lang hadden ze niet eens een rekentoets. Was niet belangrijk. Telde niet mee. Ja, ze konden ook wel hun diploma krijgen zonder gewoon goed te scoren of een rekentoets succesvol af te leggen. Was niet nodig. En bij VMBO's volgens mij nog steeds. Ja, de rekentoets telt niet mee. Nee. Ja. Ja, dat weet je dan allemaal beter dan ik. Ja. Maar dat is toch raar? Hoezo telt een rekentoets niet mee? Waarom zou dat niet mee moeten tellen? Dat is toch vreemd, toch? Je kunt gewoon een diploma krijgen. Ja. Zonder, en taal ook niet, toch? Volgens mij met taal hebben ze ook wel vrijstelling. Of ja, hoeven ze heel laag. Iedereen moet natuurlijk Nederlands doen als eindexamen. Daar kom je niet omheen. En je mag niet lager scoren dan een 4. Als je een 3 hebt van Nederlands, dan kom je er al niet. Nou, met een 4 ga je ook wel vandoor. Ja. Met pabo's, idem dito. Nee, je komt een pabo binnen zonder dat je het kan beheersen. Ja. Nou, ik denk dat de gedachte dus erachter is dat je mensen niet kansen in de maatschappij wil ontnemen. Dat ja, misschien voor de mensen die niet kunnen rekenen, dat ze heel goed iets anders glazenwasser zouden kunnen worden. Ook nog een keer? Nou, ik denk dat de rekentoets niet meetelt, omdat je mensen toch de kans wil geven om alsnog een vak te leren op het VMBO, waarbij rekenen dan niet zo heel relevant is. Ja, iedereen moet een startkwalificatie kunnen hebben in de samenleving. Hè? Want tot je 16e ben je verplicht om naar school te gaan. En als het dan nog niet gelukt is, ja, wat dan? Dus je krijgt altijd een startkwalificatie. Ja, klopt. Maar dat is wel heel erg benevolent. Heel erg, hoe noem je dat? Ik kom even niet op het woord. Maar dat is, dan denk je heel erg voor hen na. En dan ga je ze ook wel matsen. Dan ga je ze kansrijker beoordelen. Ja. En dan denk ik van, ja, je hebt het niet geleerd, maar toch, prima, hier. Ik denk niet dat dat wel de juiste manier is. Uiteindelijk gaat het erom dat, ik denk dat het doel van onderwijs is, kinderen... Paternalistisch, dus heel erg paternalistisch. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Ik denk dat onderwijs bedoeld is om kinderen een kans te geven op een leven in de samenleving. Mm-hmm. En ik denk dat voor kinderen die niet zo goed kunnen rekenen, dat er ook kansen voor moeten zijn. Ik zou het namelijk heel jammer vinden als je niet slaagt, omdat je rekentoets niet haalt. Klopt, dat is helemaal waar. Maar we hebben ook verhaal van lage verwachtingen en dergelijke. De meeste kinderen, we noemen het niet voor niks basisvaardigheid. Dus waarom hebben we het dan basisvaardigheid genoemd als 3/4 van VMBO'ers het niet haalt? Toch? Dan moet, en dat is ook wel wat mensen denken, zoals mensen als die criticasters. Dat is ook wel denken, ja, maar waarom is dat nou basisvaardigheid? Dat is helemaal geen basisvaardigheid. Ze kunnen prima zonder. Nou, dat vraag ik me wel af. Dat zie je dus dan wel, dat ze het niet zonder kunnen. Want, ja, je noemt dus voorbeeld van de loodgieter en de metselaar. Tuurlijk, maar een kapper ook. Een fatsoenlijke kapper, die moet... Kijk, mijn zoon, die had gymnasiumadvies. Hij gaat wel nu... Hij gaat geen gymnasium doen, hij heeft een voet bij stuk gehouden, hij wil 2-talig VWO doen. Maar hij wil ook graag een kok worden. Nou, ik vind het fantastisch, moet een goed kok worden, maar hij moet ook wel, als hij kok wordt, en hij wil ook een restaurant beginnen samen met, nee, hij is nog maar 11 hoor. Zeggen we, nou is goed, maar dan moet je ook goed kunnen lezen, goed kunnen rekenen, zodat je je tent goed kunt runnen. Want je hebt niks aan een kok die zijn administratie niet op orde heeft, of die zijn tent niet kan runnen, die zijn bedrijfsvoering niet goed kan doen. En de meeste mensen, die hebben toch wel daar problemen mee. Nou, kijk, je hebt het over kappers, die moeten ook kunnen rekenen. Ik denk dat als we langs de kappers gaan in Nederland en we zouden een rekentoets afnemen, dat de meeste zakken. En dat ze toch heel goed een leven kunnen hebben als kapster. Dus eigenlijk wat hieronder zit, ik wil niet het belang van rekenen ontkennen, want ik heb er veel aan gehad. Vragen die ik me afstel is, die ik mezelf stel is, hoeveel moet ik dan rekenen, wanneer is het goed? Alleen, hoe geef jij mensen kansen in de Nederlandse maatschappij die niet kunnen rekenen? Hoe kunnen die zich redden? Hoe kunnen we dan toch voor zorgen in het onderwijs, al kunnen ze helemaal niet rekenen, dat er toch een plekje voor die mensen is? Maar dat is in mijn optiek is dat een heel klein percentage.
Heel klein percentage. Die echt helemaal niet kunnen rekenen. Die helemaal niet kunnen rekenen. Iedereen kan vlot en foutloos rekenen, mits je ze goed uitlegt, goed aanbod geeft. En dat ze discipline opbrengen om het gewoon te oefenen. Kijk, het is net als met fietsen, net als met zwemmen, net als met autorijden. Ja, tuurlijk zijn er mensen die eng vinden, noem maar op. Maar fietsen is echt een goed voorbeeld. Volgens mij kan iedereen, ja, maar hey, dan je hebt wel ledematen nodig natuurlijk. Als je niks mankeert, dan kun je ook wel leren rekenen. En daarmee bedoel ik, hey, cognitief moet het in orde zijn. En dan hebben ze bijvoorbeeld over dyscalculie en zo. Dat is zo'n klein percentage, die echt aandoeningen aan de hersenen hebben, waardoor ze niet kunnen rekenen. Alle andere mensen, die kunnen gewoon wel rekenen. En natuurlijk heb je wel lage IQ's en noem maar op, waar de grens ligt weet ik niet, daar wil ik eigenlijk ook wel geen uitspraken over doen, want dat is toch wel een beetje ingewikkeld, hè? Waar leg je de grens? Maar mijn motto is, en wat wij ook wel echt zien, is dat echt iedereen kan rekenen. En dus bijvoorbeeld als ouders bellen, hè? Dan willen ze weten, hè, of we nou echt kunnen helpen. En dan hebben we een paar controlevragen. Zeggen we, nou, denk je zelf dat er iets met je kind aan de hand is? Zeggen ze, nee. Nou, dan is dat sowieso een indicatie dat er niks aan de hand is. Het kind kan rekenen. Kan die lezen? Zeggen ze, ja, kan wel lezen. Heel goed. Kan nu ook fietsen en zwemmen? Ja, nou, dan denken we, nou, prima. Dus waarschijnlijk is er niks aan de hand met het kind. En dan hebben we een proeflijst. En daar laten we zo'n, als ik het mag laten zien, ja. Gewoon om een beeld te geven, hebben we zo'n toets. Zo'n receptentoets, hè? Dus 16 vragen. En dan gaan we kijken of kinderen dit een beetje kunnen doen. En de meeste groep 7 kinderen komen niet verder dan vraag 2. Maar er zijn er ook wel groep 6'ers, groep 7, groep 8'ers, die echt niet verder komen dan, dan vraag 6. Maar dan zie je dat ze eigenlijk al wat hebben en moet je het systematisch opbouwen. Dus die proeflijst is voor ons eigenlijk ook om te zien of we een kind kunnen helpen of niet. Vaak denken ouders dat het iets voor hen is om te zien of ze het mee willen doen of niet. Nee, het is een selectie van ons. We willen wel zien of we een kind echt kunnen helpen. En als kind bepaalde leerontwikkelstoornissen heeft en dergelijke, ja, dat is niet onze specialiteit, dat kunnen we niet helpen. Maar dat is echt zo'n klein. Die ouders komen ook niet naar ons toe, want die weten van hun eigen kind dat het niet kan. Op het moment dat ze hulp zoeken bij ons, dan dat zijn altijd ook wel ouders die denken van, ja, het klopt gewoon niet dat mijn kind het niet leert. Wanneer is het goed? Wanneer zijn we als Nederland weer goed bezig? Als de PISA-scores goed zijn, of als de eindexamenscores omhoog gaan, of als de rekentoets goed wordt gedaan. Wanneer is het goed? Als elk kind op de basisschool aan het eind van groep 8 vlot en foutloos heeft leren rekenen. Want dat is de absolute minimumbasis wat je moet hebben. En dat kan ook wel. En dat laten we gewoon keer op keer zien. Ik denk dat we, als we dat punt hebben bereikt, dat we dan wel blij mogen zijn. En die toetsen, ja, dat maakt niet zoveel uit eigenlijk. Heel vaak vragen ze mij ook wel van, nou, moet ik mijn kind trainen voor CITO? Nee, helemaal niet. Dat is, ene keer is het CITO, andere keer is het IP. En dan weet ik veel wanneer, welke uitdaging, andere uitdaging dan weer is. Als kind maar gewoon alle basisvaardigheden mee heeft gekregen, dan die toets doet er niet zoveel meer toe. Dus die trainingen moet je ook helemaal niet doen. Je moet ze leren om te rekenen. En dan, Hoe heb je zelf leren rekenen? Wel op dezelfde manier, denk ik. Maar ik kom zelf uit. Ik heb mijn basisonderwijs en middelbare school in Turkije gedaan. En ik ben echt een absolute product van de bijlesindustrie. In mijn tijd was de bijles zo belangrijk en zo groot. En op een gegeven moment was er ook een cultuur waarbij naar school gaan minder hip was.
Maar iedereen ging zaterdag, zondag naar die speciale instituten, speciale... In het weekend. In het weekend, ja. Ja. Zaterdag, zondag, in het weekend gingen zondag ze dus dan... Zondag ook? Ja, ja. Nou, bij ons is het zondag ook wel echt heel druk. Want dat is de eigenlijk meest rustige dag voor ouders en kinderen. Okay. Om een cursus te volgen. Maar is niet juist. Want op een gegeven moment wordt het belang van school minder belangrijk. Hè? Het gaat naar beneden. Buitenschools onderwijs wordt belangrijker. Dat is krom. En dat moeten we eigenlijk dat wel bestrijden. Dat heb jij zo meegemaakt. Dat heb ik zelf meegemaakt. Niet op school het rekenvak geleerd, maar met ja. Bijlessen. Ja, dom hè. Ja. En nou, was er dan wel, want we hadden net over bijles, dat het eigenlijk een reproductie is van de lessen op school. Of was de bijles bij jou ook een hele andere methode, zoals dit? Bij mij was het eigenlijk, alle vakken wat je op school kreeg, kreeg je daar ook zaterdag van ochtends vroeg tot avond. Ja, ja, ja. Alleen klassen waren kleiner, docenten waren veel kundiger. Hè, goede docenten gingen allemaal daar naartoe omdat ze beter betaald werden en zo. Okay. En eigenlijk discussie wat we hier in Nederland hebben... dat was het eigenlijk. Hè. Dus daarom ben ik het ook wel helemaal eens met mensen die zeggen van hé, maar bijles moeten we niet doen. Ja, zeg ik ook, bijles moeten we ook niet doen. Maar zorg er wel goed voor dat we op school in de klas goed onderwijs geven. Goed taalonderwijs geven, goed rekenonderwijs geven, zodat bijles niet nodig is. Het is ook een symptoombestrijding. Dus als jij daar met het Nederlands Mathematisch Instituut aan kan bijdragen dat bijles niet nodig is en eigenlijk de bijlessen van het Mathematisch Instituut ook niet, dan ben je ook een tevreden man. Zeker. Ja, 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 ja. Nou, kijk, bij Mathematisch Instituut doen we geen bijles, zeg ik altijd, omdat we gewoon eigenlijk een reactie zijn op realistisch rekenen. Wij willen dat realistisch rekenen. Ja, 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 ja. Dat is het grootste verschil met andere bijlesinstituten, zeg maar. Dus we hebben een unieke positie in de context. Wij zijn niet opgericht om heel veel bijles te geven, het grootste bijlesinstituut van Nederland te worden. Nee, wij zijn opgericht om realistisch rekenen een halt toe te roepen. Ja. Om tegen iedereen te zeggen van de principes van de aannames van realistisch rekenen deugen niet, kloppen niet, dat moet anders. En in mijn gesprekken met mensen van Freudenthal Instituut en andere ultra-realistisch rekenaars, kom ik steeds meer tot de conclusie dat zij dat ook wel begrepen hebben. En dan ben ik een gelukkig man. En hoe ik bijdraag aan overbodig maken van bijles, is ook wel dat ik nu denk van oké, we moeten een goede methode maken van het Mathematisch Instituut, die duurzaam beschikbaar zijn voor scholen. Uiteindelijk moet je natuurlijk wel ergens voor betalen, hè, dat klopt ook wel. Alleen je hoeft niet per se winstmaximalisatie te doen. Je kunt ook gewoon een eerlijke prijs vragen voor een boek. Dit boek is nog kostbaar, want daar zit heel veel ontwikkeltijd in, ontwikkelsgeld in, en dat wordt niet gesubsidieerd door de overheid, dat doen wij zelf. Dus dit is duur. Ja. Nou ja, duur, €89. Maar we maken bijvoorbeeld nu voor zaakvakken, hebben we een totaal methode gemaakt. En dit gaat echt leidend worden, dit gaat echt heel veel veranderen in uitgeverijswereld ook. De andere uitgevers zullen denken van, ze zullen gewoon in ieder geval heel erg zenuwachtig worden. Afgelopen 2 maanden hebben meer dan 100 scholen zich aangemeld en hebben ze gewoon totaal methode besteld. En ze gaan hiermee aan de slag. Wat heb je nodig? Je hebt een boek nodig voor de leraar, boek nodig voor de leerling en een schrift. Dus het schrijven komt terug in het onderwijs. Gewoon duurzaam boek komt terug in het onderwijs. En handleiding hebben we ook zodanig gemaakt dat meeste leerkrachten op hetzelfde niveau, minimaal op hetzelfde niveau, les kunnen geven. Nou ja, als ik toch wel bezig ben. Hebben we het zodanig gemaakt dat de instructies, het is niet prescripted, hè, dus niet helemaal scripted, maar instructies zijn allemaal voor de leerkracht, zijn allemaal verwerkt aan de zijkant. Dan kunnen ze samen met de leerling lezen, dit is wat leerlingen ook wel zien. En de leerkracht weet à la minute hoe die nog extra verdieping kan zoeken met de leerlingen. Dit wordt echt een revolutie. Nou, wat ik het mooiste vind, is dat we afgaan van die dure tekstwerkboeken. Waar dat altijd ten koste gaat van de kwaliteit van de tekst in mijn ogen, zeg ik als docent Engels. Ja. Ik heb
het niveau van werkboeken en met mij vele collega's Engels zien dalen. Naar hele korte tekstjes met wat te onderschrijven. De diepte is verdwenen uit de methode. Dat vind ik echt heel jammer. Dus als het gaat over duurzaamheid, zijn we het met elkaar eens. Ja. Als het gaat over geld verdienen, zijn wij het ook met elkaar eens. Want laten we niet vergeten, ik zeg het nogmaals, dat de grote boekenhuizen die vaak ondersteund worden door de grote investeerders in de wereld. BlackRock heeft ook zijn poot hier in Nederland. Dus laten we nou niet doen alsof geld verdienen vies is, dus wat dat betreft. Ja, en mijn doel met rekenen is dat elk kind op de basisschool vlot en foutloos leert rekenen. En mijn ander doel met ons kijk op leermiddelen is dat het allemaal goedkoper moet, duurzamer moet en qua leerrendement effectiever moet. En wat je zegt met die dure wegwerpboekjes, dan moet je van A naar B een lijn trekken elke keer of een cirkel en noem maar op. Hè. Gewoon tekenen als het ware. En als je het schrift terug laat komen, als je het schrijven terug laat komen, dan gaan kinderen ook veel meer leren. Ik vind het een prachtige conclusie. Is er nog iets wat je wilt toevoegen voordat ik dit gesprek ga sluiten? Nou, ik hoop dat mensen eigenlijk verder kijken dan hun neus lang is. En dat ze niet sneller oordelen. Ze verdiepen zich niet in een ander. En dan hebben ze gewoon een vooroordeel. En dan hebben ze meteen een labeltje geplakt. Ja. En dan willen ze niet zien wat waarde van foutloos rekenen is voor heel veel kinderen. Veel ouders. Maar ook heel veel leerkrachten op scholen. Honderden schoolprojecten hebben we meegedaan, opgezet voor foutloos rekenen de afgelopen paar jaar. En dat leverde allemaal gelukkige leerkrachten, kinderen die meer zelfvertrouwen krijgen, meer rekenplezier krijgen. En dat is eigenlijk veel meer waard dan ideologisch gedreven discussies die ook nog uitgaan van onjuiste aannames. Ik hoop dat dat een beetje bijdraagt en dat ze gewoon kijken van wat is onze meerwaarde voor het onderwijs. Daarvoor dit interview. Dankjewel. Ik ga de kijkers en luisteraars bedanken voor het kijken. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van EduKitchen. En ik wil Kerstien de hand schudden. Dankjewel. 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 Dat was zeer aangenaam. Dankjewel.